In het Maastricht Universitair Medisch Centrum hebben we een simulatiecentrum waar we in principe alle soorten training kunnen organiseren. Van het simpel inbrengen van een arterielijn of een larynxmasker tot en met grote multidisciplinaire trainingen waarbij bijvoorbeeld de opvang van een trauma wordt geoefend. En dat alles onder uitgebreide onderwijskundige begeleiding. Goed, dan zijn we klaar. We kunnen starten met de operatie. We verzorgen niet alleen trainingen hier voor het eigen ziekenhuis in Maastricht, maar er komen mensen vanuit vrijwel alle ziekenhuizen hier in Zuidoost-Nederland naar ons toe om allerlei soorten trainingen te volgen. Binnen het simulatiecentrum verzorgen we een aantal reanimatietrainingen van verschillend niveau. De basic life support voor mensen met patiëntgebonden taken en de advanced life support en de immediate life support voor mensen die op een intensive care werken of een spoedeisende hulp. Enerzijds is het zo dat wij duidelijk kunnen opmerken dat de BLS-kwaliteit hoog is ondertussen. Dat de BLS-ploegen adequaat en goed aan het masseren, maar ook aan het ventileren zijn. En daarnaast is het zo dat wij ook als feedback van onze collega's en van de collega's op de eerste hulp of waar ook weer te horen kregen dat er frequent nu toch wel duidelijk gestructureerde reanimaties zijn met een duidelijke leiding. En dat het protocol ook heel duidelijk gevolgd gaat worden. Voor de afdeling neonatologie, de intensive care voor pasgeborenen, is het simulatiecentrum van enorm belang. Je kunt je voorstellen dat er behoorlijk spannende situaties kunnen voorkomen op onze afdeling. En dan is het erg fijn als we die situaties al van tevoren stap voor stap hebben kunnen oefenen, zodat iedereen weet wat hij op welk moment moet doen. Op deze manier oefenen we nu al enkele jaren en we hebben gezien dat dat echt heel veel voordeel biedt voor de opvang van onze pasgeborenen op de afdeling. Dat alles veel efficiënter verloopt, ook veel meer rust rondom zo'n kritieke situatie aanwezig is. En dat iedereen er zich eigenlijk veel comfortabeler bij voelt om deze spannende momenten door te komen. Voor AJOS en operatieassistenten hebben we hier 6 werkplekken ter beschikking waar ze laparoscopische vaardigheden kunnen oefenen. En dat gebeurt hier wekelijks, gestructureerd, onder supervisie van een deskundig staflid. Verpleegkundig vervolgonderwijs komt hier ook simulatieonderwijs volgen. Wordt verzorgd door de dienstopleidingen hier binnen het MUMC+. En alle beroepsgebonden specifieke opleidingstrajecten, denkend aan intensive care, aan de kinderaantekening of kinderverpleegkundige opleiding, intensive care neonatologie, maar ook de dialyseopleiding, komen hier op het simulatiecentrum trainen. Daarbij moet je denken vooral aan scenario trainingen, waarbij we de context zoveel mogelijk creëren naar de werkomgeving waarin deze specialistische verpleegkundigen worden opgeleid. Simulatieonderwijs is een verplicht onderdeel van de opleiding, waar wij als AJOS heel erg blij mee zijn. En we zijn ook heel blij dat wij de kans krijgen hier in Maastricht om 4 keer per jaar te oefenen. We leren zo omgaan met situaties die we relatief weinig in de praktijk zien. Maar we kunnen ook oefenen met de vaardigheden die wij moeten beheersen voordat we de opleiding hebben afgerond. Wij verzorgen hier in het simulatiecentrum teamtrainingen. Dat is enerzijds het spelen van het scenario, maar wat voor ons veel belangrijker is, is de debriefing achteraf, waarin we het hele scenario gaan naspreken. Het zijn verschillende teamleden die samen het scenario doen en we gaan kijken hoe communiceren ze met elkaar. Wordt er op tijd hulp ingeschakeld? Worden de beschikbare middelen die aanwezig zijn ook daadwerkelijk ingezet? Tijdens de debriefing kunnen we gebruik maken van videobeelden die we opgenomen hebben om mensen zo zelf een stukje reflectie te geven van hetgeen ze gedaan hebben. En het is heel leuk om met collega's samen te werken, te zien hoe zij het doen, hoe jij het doet. En ook dat je fouten kan en mag maken, maakt dat het gewoon een hele leuke ochtend of middag is waar je ook nog eens heel veel van leert.